Kijkers, welkom bij ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname ook in haar greep heeft. Nou, bij de opname nu van dit programma is het aantal COVID-19 positieve gevallen 1079. Daarvan zijn 402 actieve gevallen en 656 personen zijn genezen verklaard. Momenteel zijn 246 personen in quarantaine. Helaas hebben we 21 doden te betreuren. Later op de dag is de kans groot dat het aantal positieve gevallen verder gestegen is. Vandaag hebben we een gast in de studio, zoals elke COVID-aflevering van ATV. En vandaag hebben we een voetballer, Clydel. Clydel, hoe gaat het met jou? Ik doe mijn best. Je doet je best, hard je best. Meer dan dat kan ik niet. Helemaal eens. We gaan praten over de recente ontwikkelingen rond COVID-19. Hoe ervaar jij deze situatie? Ik vind het wel een beetje lastig. Lastig in de zin van dat je je eigenlijk niet actief bezig kan houden met je hobby. Maar als het gaat om vrije tijd, ja, dan mag ik nu niet klagen. Nee. Oké, vertel even over je hobby's. Wat zijn je hobby's? Voetballen, okay. In het bijzonder. Oké, we kennen Clydel allemaal. Misschien moet je jezelf even voorstellen, no? Ja, ik ben Clydel Kooijner, 28 jaar jong. En ik ben doelverdediger. Oké, okay. Je zegt met je vrije tijd heb je eigenlijk, daar heb je geen moeite mee. Waarom? Nu heb ik er geen moeite mee. Mm-hmm. Omdat er eigenlijk niets echt valt te doen. Mm-hmm. Dus je vrije tijd is er niet meer. Ja, dus dan kan je eigenlijk ingaan of je kan dingen doen die je eerder niet kon doen. Ja. En eigenlijk waar tekorten waren, daar kan je nu ingaan. De situatie is helemaal aangepast. Dan heb ik het over het nieuwe normaal. Qua werk en vrije tijd, wat heb je moeten aanpassen? Oké, vrije tijd niet zo erg, zei je daarnet, dus daar kan je wel mee omgaan. Ja. Maar qua werk, wat heb je moeten aanpassen? In principe is het meer het omgaan met mensen. Mm-hmm. Wij Surinamers zijn een beetje gewend dicht bij elkaar te zijn. Ja. En dat kan opeens niet meer, dus dat is het echt een beetje. Ja, handdrukken geven, boosies, brassas. Ja. Dat is echt iets van ons. Ja, ja, klopt. Hè? Ja. Ja, dat kan niet meer. Klopt. En hoe ervaar je dat? Nou, je hebt geen andere keuze, dus we moeten het doen. Ja, hè? Ja, klopt. Is echt raar. Ja. Lekker als we niet meer houden van elkaar. Oké. Okay. Je bent aanvoerder van het Surinaams elftal. Hoe zit het nu met het team? De opdracht hebben we gekregen om eigenlijk nu aan zelftraining te doen, zodat we eigenlijk... Ik zou niet zeggen in shape kunnen blijven, maar dat we eigenlijk onze lichaamsvorm behouden. Ja. Oké, okay, oké. Okay. En wanneer was je laatste training? Wanneer was jullie laatste training? De mijne was gisteren nog. Oké. Okay. En was dat dus in teamverband? Of nee. Alleen? Ja, alleen. En wanneer was je laatste training in teamverband? Kan je dat nog herinneren? Hou me ten goede hoor, maar als ik het goed heb, moet het ergens in... Maart zijn. Maart, klopt. Ja. Sowieso maart. Want vanaf 13 maart hadden we ons eerste geval. Had je dit verwacht? Had je ooit gedacht dat je op deze manier nu zou moeten bewegen? Zou moeten sporten? Niet echt. Mm-hmm. Maar ergens in je achterhoofd weet je wel van, hey, het is nodig. Ja. Maar ik had het niet echt gedacht. Ik had niet gedacht dat het zo zou zijn. Ja, oké. Okay. Wat zijn de uitdagingen voor jullie? Voor jullie als voetballers? Ik zou zeggen motivatie. Mm-hmm. Want soms moet je trainen, maar je bent niet gemotiveerd omdat je alleen bent. Ja. Dus motivatie meer. Ja. Maar hebben jullie wel contact? Dagelijks contact onderling? Niet dagelijks, maar wel regelmatig. Mm-hmm. Ja, wel regelmatig. Ja. Is er misschien een manier, hebben jullie misschien aan een manier bedacht dat jullie toch nog elkaar misschien zien en tegelijkertijd kunnen trainen, of doen jullie dat al? Kijk, we hebben bepaalde groepjes gemaakt. Mm-hmm. En
alleen ook om elkaar te motiveren, dan maken we gewoon een conference call met videobellen toch? Ja. En dan trainen we gewoon onderling zo. Okay. Ja. Hoe zie je het traject om weer helemaal erin te komen? Heb je misschien iets uitgezet of moet je daarover nadenken? Ik denk dat de trainer dat zal bepalen, maar sowieso gaat het niet makkelijk zijn, want je hebt een bepaalde conditie opgebouwd en die conditie is weer teruggezakt naar nul. Oh. Dus in principe moet je helemaal weer opnieuw beginnen. Ja, je begint weer bij af in principe. Ja. En dat is zwaar, hè? Is het zwaar voor een sporter, voor een voetballer om zo weer te beginnen, helemaal vanaf het begin? Ja, toch wel. Van wat je hebt opgebouwd? Ja, toch wel. Ja? Ja. Oké. Voetbal is weer begonnen in bepaalde landen. Hoe ervaar je dat? Wat is je mening daarover? Nou, voor mij is het wel, vind ik het wel goed. Ik kan geen voetbal spelen, dus om er naar te kijken doet me toch een beetje... Het geeft me plezier om er naar te kijken. Ja. Ja. Ben je misschien bang of om weer terug te gaan naar hoe het was? Of is S1, kijk, jullie spelen met een elftal. Ja. Er zijn veel mensen bij elkaar. Je komt eigenlijk je aanraken en je raakt je voetbal aan, weet je toch? Ja. En ook in de kleedkamer, er zijn heel wat dingen waarbij je toch in aanraking komt met elkaar. Klopt. Ben je bang om terug te gaan naar hoe het was? Nou, bang zou ik niet zeggen. Ik zou eerder voorzichtig gebruiken. Ja, sowieso ga je een beetje, je gaat voorzichtiger zijn. Want we weten allemaal, COVID-19 gaat niet weg. Klopt, ja. Dus het is eigenlijk een beetje voorzichtiger zijn, ja. Heb je ook dezelfde mening dat je eigenlijk op basis van vertrouwen met je teamleden weer zou kunnen beginnen te sporten? Want ik kan voorzichtig zijn en ik weet dat ik voorzichtig ben. Klopt. Ja. Maar hoe weet ik dat jij werkelijk voorzichtig bent en niet nonchalant? Klopt. In principe gaat het op vertrouwensbasis zijn, ja. Ik neem aan dat er iedere volwassen genoeg is om de ernst van de zaak in te zien. Mm-hmm. Dus op vertrouwensbasis dan doen we het wel, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Hoe kijk je naar de toekomst, persoonlijk en voetbal? Persoonlijk? Nou, mijn gestelde doelen zoveel mogelijk te bereiken. Mm-hmm. En voetbal, het enige wat ik kan zeggen is dat ik hoop dat de competitie zo gauw mogelijk begint. Okay. Kan beginnen dan. Ja. Heb je een boodschap voor je teamleden? Naar je trainer, anything. Het mag ook gewoon een motivatie zijn, hoor. Nou, ik denk dat ik ze zal motiveren om de trainingen te blijven doen. Mm-hmm. Zodat we geen dikke voetballers hebben. Klopt, maar dat hebben we niet nodig. Nee, helemaal. Anders gaan we allemaal rollen op het veld. Klopt. Nou, bedankt voor je komst naar de studio. Je hebt je tijd genomen. En nou, we kijken sowieso uit naar jullie succes, dit jaar nog. En dank je. Kijkers, we zijn aan het einde gekomen van ATV COVID-19 update. Kijkers, samen moeten wij de strijd leveren tegen deze ziekte. Alleen gaan we dat niet kunnen. Blijf de voorzorgsmaatregelen in acht nemen, 2 meter afstand houden en zolang je naar buiten gaat, je mond- en neusbedekking aandoen. Was je handen regelmatig met hand en zeep of desinfecteer het met hand sanitizer. Kijkers, bedankt voor deze aflevering, voor het kijken naar deze aflevering. En ik wens u een veilige dag verder. Tot de volgende aflevering.